stapte binnen bij wat ik dacht een vrouw te zijn, maar het was dus een man. Voilà, vond hij de mooiste vrouw van de straat. Op maandag 3 september start seizoen 4 van Buurman. Wat doet u nu? En het is deze keer een bijzondere editie, weet Katluiten. Wel, anders dit seizoen is dat het niet alleen Nederlanders zijn die ik portretteer. Er zitten ook Vlamingen tussen. Want we hadden bij de VRT het idee opgevat iets te doen rond 60 jaar muziek van de Lage Landen. Daar komt binnenkort ook een tentoonstelling over. Dus leek het ons wel leuk om naast Nederlandse artiesten ook Vlaamse artiesten te portretteren. En dan vooral die we al even niet meer gezien of gehoord hebben. Dus we vragen ons af, hoe zou het nog zijn met... En zo hebben we weer 6 hele mooie namen kunnen strikken om een portret over te maken. Als ik nog één ding zou willen, dan zou ik nog één keer verliefd worden. Hè. Wie zijn die 6 mensen? Wij hebben Guido Belcanto. Fantastische zanger. Een heel breed spectrum aan muziek dat hij brengt. Zeer innemende man ook. Was zalig logeren daar in zijn bossen in Wegelderzanden. Wij zijn op bezoek geweest bij Willeke Alberti. Die wij in Vlaanderen van de generatie voor mij heel goed kent. Ik was eigenlijk nog een beetje te jong. Maar mijn man zei, ik was daar stiekem smoor verliefd op. Dus daar zijn we geweest. Wilferdi, ondertussen 91, woont nog steeds alleen in een serviceflat. Zeer zelfstandig, zeer, zeer, zeer boeiende persoon. Gerard Joling hebben we weten te strikken. Ik heb ooit samen met hem in Gert Late Night gezeten. En toen vroeg Gert, en Gerard, heb je die nog niet gedaan? Ik zeg, nee, die is te duur en die was ook te duur. Maar die heeft serieus wat van zijn prijs afgedaan. Dus Gerard Joling, daar gaan we ook naartoe. Xander de Buissonnier van Volumia. Dat is wel helemaal mijn generatie. Zo eind jaren 90 was hij met zijn band heel populair. Dus daar zijn we ook meer dan welkom geweest. En als 6e, Erik en Sanne. Erik en Sanne hebben 28 jaar geleden een doorbraak gekend, maar veel te mooi. Binnen 2 jaar gaan zij een jubileumtournee houden. Maar wij vroegen ons nu al af, hoe zou het nog zijn met Erik en Sanne? En het is daar verdraaid goed mee. Je hebt over iedereen wel een vooroordeel. Wat was jouw vooroordeel over Gerard Joling en op welke manier is dat gesloopt geworden? Gerard Joling, ja, is natuurlijk een enorm grote druktemaker, het type Hollander, zullen we het noemen, waar bescheiden zachte Vlamingen soms van zeggen van oh, daar heb je hem weer. Nu, ik heb dat op zich wel graag, mensen die durven zijn wie dat ze zijn. Maar ja, er is gebleken dat ook Gerard Joling, de grote lawaaimaker, zo'n zacht kantje heeft, zo'n gevoelig kantje, ook van dingen wakker ligt, ook piekert en absoluut niet altijd de vrolijke gangmaker is. Vooroordeel gesloopt.